De rundvee- en mechanisatievakdagen in Hardenberg zijn dinsdag officieel geopend. Bezoekers van de beurs konden zich vergapen aan de vele trekkers op bijvoorbeeld het Paulplein en spijkerbroek hangen bij LTO Noord. Ja, dit jaar is het hoogtepunt om denk ik in eerste instantie duidelijkheid voor iedereen een beetje te krijgen. Want het is natuurlijk een enorme zoektocht in deze rumoerige tijden. Het hoogtepunt is weer samen zijn, met elkaar erover praten en toch ook weer kansen te ontdekken. Waar liggen de innovaties? Hoe kan ik mijn bedrijf weer vormgeven om weer klaar te zijn voor de toekomst? Kun je die duidelijkheid hier krijgen? Want er is wel wat veel boeren nodig hebben. Ik denk niet dat je de echte duidelijkheid hier kunt krijgen. Maar ik denk dat je wel heel veel antwoorden kunt vinden op de vragen die je hebt als veehouder, als akkerbouwer of als loonwerker. Dat zeker. 5 seconden. Kut. Ja, zometeen begint de sessie over nieuwe ketensamenwerking. Je kunt natuurlijk als veehouder kun je nadenken van oké, ga ik met de huidige ketenpartners die ik nu heb, ga ik daar blijven samenwerken? Is dat voor mij toekomstbestendig? Of ga ik nadenken om samen te werken met andere ketenpartners of misschien wel mijn eigen keten creëren? Dat kan hier allemaal. De beurs is woensdag en donderdag nog geopend van 1 uur 's middags tot 10 uur 's avonds.